Waarom gooien we dan mensen dat in de natuur, hè? Ja, snap jij ook niet. Hier ook nog plastic. Van alles en nog wat eigenlijk. We hebben net een standaard gevonden van een fiets. Jerrycans, banden, melkpakken en zo. Zeker veel gevonden. En dan vooral kleine stukjes plastic van verpakkingen. Ik heb geen idee waar het vandaan komt, maar het hoort hier niet. Ik denk van een boot afgegooid. Zo dat je dan van je boot zo emmertje water voor de thee binnenhaalt of zo. Vorige week hadden we een opruimactie in Olst en Weijen. En daar hebben we 300 kilo afval gevonden in 2 uur opruimen. Dus het probleem is groot. En als het in de rivieren terechtkomt, dan komt het uiteindelijk ook in de Noordzee terecht. En dan draagt het bij aan de plastic soep. We kennen allemaal die beelden van al die eilanden met plastic. En dat proberen we eigenlijk vandaag tegen te gaan. Het is natuurlijk belangrijk voor de natuur om de afval weg te halen. En het is daarbij komt dat we een bedrag krijgen waar we even weer mooie dingen voor de club kunnen maken. Zoals nu een slagkooi waar we mee bezig zijn. Daarnaast draagt het ook bij een bewustwording. Dat mensen zien, zoveel lichter. En als ze dan deze zomer gaan chillen langs de IJssel, dat ze dat dan wel een keer opruimen. Waarom gooien we dan mensen dat in de natuur, hè? Ja, snap jij ook niet. Nee. Als ik afval heb en er is geen prullenbak, dan ga ik het soms op de grond gooien, maar dat zou ik nu niet meer doen.